Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. We zijn kouvoer aan het maken voor de koeien weer. We brengen, het is een hele korte video, dat wel, want ik denk 14 of 15 minuten kan het even duren, zeg maar, denk ik. Maar dat komt omdat er heel veel mensen in onze party kwamen en dan gingen ze weer eruit, toen kwamen ze weer en kwam ook nog een hele goede vriend langs en er waren ook nog mensen aan het bellen natuurlijk, dus ja, zodoende. Maar morgen wordt het wel weer een livestream of gewoon een korte video. Dus ja, dan weten jullie dat. Maar ja, zodoende, we gaan kaf maken nu. En weet je, het moet ook gebeuren gewoon. En ik doe dat natuurlijk niet alleen, ik ben samen met Sam. Alleen Sam klinkt soms als een robot, dus jongens... Niet schrikken als hem soms praat, dat hij dan een robot is. Ja. Wat kan ik eraan doen? Niet veel. Nee, nou, nu klinkt hij weer normaal. Je moet vaker meedoen met YouTube, Sam. Dan is je microfoon normaal. Ja, blijkbaar wel. Ja, hier, dat begint hij weer. Hè? Maar het is een beetje, ik weet niet. Het is... beetje raar om zeg maar Sam gaat keren. Oké, ik dacht dat we een rondje gingen rijden, maar oké. Maar ja, dus zodoende jongens, dan weten jullie dat Sam soms een robot klinkt. Als een robot klinkt, sorry, ik moet het wel goed zeggen. Nee, maar daarom is het ook een kort videootje. Ik ga even aan achteruit, zei die. Dan moet ik maar vertalen van wat die zegt allemaal, jongens, want er is gewoon misschien een kleine storing in zijn PlayStation of in zijn headset bij dat USB sticky. Dus ja, ik hoop dat het morgen weer normaal is. Ja, jongen. En dan staat er voor later, Sam mag later de kaf aanrijden, want hij vindt dat ding zo leuk. Hè, Sam? Die ik heb gekocht. Leuk speelgoed. Ja, ik heb weer een nieuw speelgoedje gekocht, jongens. En, ja, die vindt Sam wel geniaal. Ja. En leuk en mooi. Dus ja. Nou, nog 10%. Ziek bijvoorbeeld, hè. Zo. Nou, dan kan ik het alleen nog even wegbrengen. Maar dan is het voor ons alweer tijd, jongens, ja. Yes. Maar ja, het maakt niks uit, jongens, weet je. Korte video's zijn ook leuk, misschien is het wel heel kort, ik zit 100%, maar nou, weet je, we konden er niks aan doen, want ja, mensen kwamen en mensen gingen weer. En sommigen mogen niet op YouTube, en sommigen wel, weet je, dus ja, dat is dan weer het, zeg maar, het verschil als je met z'n allen in de party zit, dat de ene wel mag en de andere niet, ja. Weet je, ik wil geen ruzie met hun ouders, zeg maar, en dat wil ik ook zo mooi houden. Dus ja.
Maar ja, ik ben onderweg naar huis. En dan ik zo meteen nog even terug naar Sam en dan sluiten we daar de video bij af. En dan is het tijd voor ons natuurlijk, alle twee. Want ja, morgen moeten wij weer vroeg op. Ja. En voor, misschien voor de andere mensen ook, natuurlijk. Zo. Oh. Zo. Dat ging net nog goed, jongens. Deze vrachtwagen is wel... Ja, leuk. Ik denk misschien dat ik nog die andere vrachtwagen een keer ga installeren. Er is weer een nieuwe vrachtwagen bijgekomen. Het is een soort van Mac vrachtwagen. Echt een Amerikaanse truc. Ja, dat vind ik best wel mooi. Zeg maar, om zeg maar die ook te installeren. Dan rijd ik alleen met de vrachtwagen even naar Sam toe. En dan sluit ik hem daar natuurlijk af. Ik zit al op de boerderij. Oh, zijn we al op de boerderij? Dat is nog makkelijker. Dan sluiten we daar gewoon af. Natuurlijk. Want in principe ja, mag ik niet harder rijden dan 30 hier. Maar ja, wij rijden gewoon 73. Vind ik leuk. En 83. Weet je, we rijden altijd hier hard. 83, 73. Alleen je moet wel goed uitkijken voor de bochten. Zomaar. De laatste keer reed ik hier 73, daarom zei ik 73. Toen ben ik uit de bocht gevlogen. Dat was niet zo... Ja, toen was de vrachtwagen aan het ophalen voor de eerste keer. Zo, vrachtwagen is voor denk ik op eraan, hè. Loop maar op. Zo! Nou, ja jongens. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken natuurlijk. En vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet het belletje niet aan te doen. En zoals ik altijd zeg is later, later.